Hallo, ik ben Louise. Ik ben leidster bij de Giro Meisjes van Lichtenvelde. En net zoals elk jaar zijn we dit jaar gestart met heel veel enthousiasme om op zondag activiteiten te voorzien voor onze leden, vergaderingen te plannen en ook spaghettiavonden te organiseren. Het kwam voor ons dan ook als een grote shock toen wij merkten dat dit drukke programma eigenlijk volledig wegviel in de tweede helft van ons werkjaar. Wij missen onze leden heel hard, maar ook de leden missen het om op zondagnamiddag te kunnen ravotten. We proberen dit wel deels op te lossen door activiteiten te voorzien van thuisuit, zoals een fotozoektocht in Lichtervelde of een Cluedo-spel, maar dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Daarom waren wij en de leden heel erg bezig met de persconferentie die ons zou vertellen of wij al dan niet op kamp mochten gaan. Er was heel veel enthousiasme toen bleek dat we op kamp mochten gaan. Maar het zorgde ook wel voor een aantal vragen, zoals zullen wij nog altijd evenveel leden mee hebben op kamp? Hoe zullen we dat praktisch organiseren? Kunnen we de bubbels genoeg afscheiden? Het heeft een aantal vergaderingen die online moesten plaatsvinden gekost, maar we zijn tot een oplossing gekomen. En nu kijken we heel hard uit om hopelijk samen met onze leden een fantastisch girokamp te kunnen beleven.